Hallo, ik ben Bjorn. Dit is mijn Impreza Subaru WRX. Schuiven WRX, noemen ze mij meestal ook wel. En als je dat ziet, hè, staat hij hier. Hè, dat is mijn notte. Hè. Avond, valt te zien wanneer jullie het kijken. Wat is vandaag nieuwe aflevering Driver Behind the Wheel? Zoals jullie in de intro al zullen gezien hebben, super vet een auto. Dus een Subaru. Damn. ik ga er verder niet te veel over vertellen. Jullie zullen het in de aflevering wel zien. Maar ik wil jullie eerst en vooral bedanken voor al de positieve commentaar over de vorige aflevering. Ook iedereen bedankt om het te delen en zo. Ik had het niet verwacht. Omdat, ja, natuurlijk, het ging maar over één auto. Driver Behind the Wheel gaat maar over één auto eigenlijk. Of één persoon. Dus ik had niet verwacht dat zoveel ging gedeeld worden en bekeken worden en zo. Dus echt waar, super bedankt daarvoor. Nu, er komen nog afleveringen. Dus ik zou zeggen, vergeet zeker niet om al te abonneren als je dat nog niet bent. Het is maar één druk op de knop en je bent geabonneerd, het is gratis. Nu, heb je zin in deze video, drop ook een blauw duimpje omhoog. Nu, ik ga jullie niet langer meer in spanning houden of bezighouden. Ik zou gewoon zeggen, geniet van deze aflevering van Driver Behind the Wheel. De meeste mensen herkennen mij ook wel aan mijn eerste auto, dat was de Seat Ibiza. De FR-editie, dat was een witte met wat het meest bekend was met de zwarte vlekken erop van achteren. Ook wel veel driedelige wielen opgezet en daar is het eigenlijk begonnen eigenlijk. Ik heb die auto nieuw gekocht en het was niet echt mijn, hij was wel mijn ding als ik hem de eerste keer zag. Maar ik ben zoiets van, ik verander dan aan mijn zin en zo gaan de mensen mij herkennen. En dat is dan stilletjes aan beginnen komen, airride beginnen opzetten, wielen beginnen veranderen, een airinstallatie van achteren beginnen bouwen, zo wat kleine details ook. En ik had die auto 7 jaar en dan had ik zoiets van, tijd voor iets anders. En ik had altijd al gedacht van, een Subaru, dat is mijn droomauto geweest, gewoon puur om het geluid. Ook de rally scènes dat je soms ziet op tv of internet, of dat geluid stond mij echt serieus aan het geroffel ervan. En ik had zoiets van, ga eens dom doen, ik ga eens op tweedehands kijken, misschien zit er al een tussen dat de interesse geeft. En ja, toen zag ik de dienen en een zwarte. Ik had liever ook een ST gewild, dat is maar een WRX. Maar ik had iets van, dat was maar een tweede eigenaar van een dien, dus ik ben een derde. Hij stond in perfecte staat, bijna, we kan geen kilometers. En ik ben er direct naartoe gereden. Ik heb die mens gesproken, ik heb er zelf mee mogen rijden van die mens. En dan, ik was er verliefd op. Ik heb gezegd van, kijk, ik ga alles proberen in orde brengen en ik ga hem kopen. Hij stond eigenlijk standaard op de hoogte met gouden velgen op van OZ, de ProDrive velgen, dus dat is van Subaru zelf. Ik vond dat goed voor het begin. En ik had gezegd van, ik ga hem rally houden, ik ga hem niet uitbouwen. Dus ik ging hem eigenlijk standaard houden, zoals de rally vorm look, dan de meesten hem herkennen. Maar ik had zoiets van, ik miste de meetings. Mijn andere auto was weg, ook de contacten ertussen met de mensen ook. Dan heb ik gezegd van, ik ga hem toch verbouwen. Ik heb gezegd van, er moet ook iets van mijn smaak erin zitten. En dat is uit de hand gelopen, volgens dat je nu ziet, totaal uit de hand gelopen. Heb ik er eigenlijk allemaal aan veranderd. Heel veel eigenlijk. Die auto heeft eigenlijk dat u 3 dagen werk voor hem terug standaard te zetten voor de keuring te gaan. De strijd kwam overaan tussen feiten. De nuit is meer. Ik heb op mijn Instagram heb ik veel volgers en volg ik ook mensen van Amerika met een Subaru.
Dus die is eigenlijk meer Amerikaans gericht. Gewoon puur naar de Instagram te kijken van andere Subaru mede-eigenaars. Want ik heb ook soms wel vragen gesteld van stukken. Want ik was er totaal nieuw in, hè, want mijn vorige auto was een Vagoto. En dat is een Jap eigenlijk. Dus ja, ik wist er totaal niks van. Dat was een serieuze een switch eigenlijk. Dus ik ben zo al begonnen rondvragen om een duur. Ik begin er wel uit te leren van ah, dat stuk is voor dat en dit en dat. En nu zit ik er wel meer in beginnen vormen. Nu stellen de mensen met een Subaru mij de vragen. Van waar raak ik mijn stukken aan? Aan de ene kant vind ik dat onbetant. Waarom? Het is meer voor u een auto dat die stukken vragen. Mensen willen dan zo'n beetje niet echt naapen of zo, maar ze willen dat dan ook. Maar ik vind dat zo van, het stuk van mijn auto dat jij dan ook wilt. Ik snap dat wel aan de ene kant, maar het is liever mijn eigen ding. Die stukken dat je nu ziet van onder de volledige aero-kit, daar hebben mij ook al veel van gevraagd van waar hebben we dat gehaald. Dat komt van Amerika. Dat noemt strafdesign, noemt dat merk. Maar ik heb dat via kunnen doen. Dus strafdesign leverde niet naar Europa. Dus ik had dat via iemand gedaan. Een John Larga noemt hij. Dus hij is eigenlijk ook een Chinees eigenlijk. En die heeft eigenlijk kunnen verzorgen dat hij van Amerika via naar België terecht kwam. Lange tijd. Ik heb er een half jaar op moeten wachten. Maar toch, het is er. En dat is ook iets uniek. En toch vragen mij de mensen nog van ja, waar heb je dat en dit en dat. Als ik dat dan zeg, van dat komt. En ze kunnen het niet bestellen. Ja, dat is wel iets unieker dan, hè. Voor de rest, wat ik nog bijna allemaal al gedaan heb, ja, zoals je ziet, de meeste en het ook al gezien, carbon. Carbon madness vind ik het eigenlijk. Dus mijn scoop is in het carbon, mijn zijflanken, mijn grill, mijn spiegels, Hans mijn koffer, mijn een wing erop van achter. En mijn tankcover is ook gedaan. En ik zou eigenlijk nog wel meer carbon op willen zetten, maar dat komt met de tijd. Je kunt niet alles in één keer doen. En mijn wielen ook. Mijn wielen zijn CCW-wiels, dat is ook van Amerika. Het zijn driedelige. Ik had die gekocht van een Hollander eigenlijk, want die Hollander had ze gekocht in Oostenrijk van iemand. Want als je die wielen nieuw laat komen van Amerika, dat is verschrikkelijk duur. En ik heb ze dan overgekocht van die Hollander, maar ze pasten niet direct. Dus de steekmaat was allemaal geen probleem. Maar een Subaru is een vierwielaandrijving. Het probleem was, de voorste wielen waren 8,5, de achterste wielen waren 9,5. Dus wat moet je doen met een vierwiel? Alle vier dezelfde wielen steken. Dus wat moest ik dan doen? Ik heb dan iemand gecontacteerd die werkt met CCW, dus de polist. Ik geef wel een keer een shout-out naar hem, maar hij is een goede gast. Die heeft dan gezorgd dat ik dan via een code in de wielen, die weten dat, wat voor wielen dat je dan hebt, voor dezelfde achterste randen te krijgen, dus dat volledig mijn wielen 9,5 zijn. Dus dat heb ik dan gedaan. Kost lekker affaire ook, want het kwam van Amerika. En zo ja, heb ik dan mijn wielen kunnen vinden, in dezelfde maten allemaal, en passen ze er perfect onder. Hè. Ook aan mijn wielen heb je daar ook van die lange lugnuts. Sommigen hebben al gezegd van, dat is gelijk van bij de Romeinen. Kunt er iemand mee? Is totaal geen waar. Maar dat is in feite 326 powers. Dat is ook van Japan. Dat heb ik ook via die John Larga besteld in Japan. Die boot, omdat ik dat ook iets uniek vond. Dat is puur Japans. Daarom heb ik dat ook erbij besteld. En voor de rest, ja, mijn interieur is ook gedaan. Het zit een bright seats in. Takata gordels, Sparco sportstuur. Ja, mijn interieur heb ik gewoon soepel gehouden. Waarom? Met de buitenkant interesseer ik me meer of de binnenkant eigenlijk. Maar toch, voor ze nog een beetje een finishing touch te hebben. Wat de voorkant ziet het meest van die uit, dus dat ziet je dat ook direct. Mijn voor- en achterlichten die zijn ook veranderd. Achterlichten is het meest speciaalste gedeelte van mijn auto eigenlijk. Waarom? Dat is ook Amerikaans. Dat is van een bedrijf, Illumestatic noemt dat. Ik zeg het goed. Die zijn ook gespecialiseerd in ja, de vorm van het licht echt zot te maken. Bij mij is dat een C-vorm dat erin zit met allemaal leds. Maar ik heb dat niet zo gekocht, Ginder. Ik heb dat via iemand laten doen dat ik ken, een Hollander. Remco, goeie gast. die heeft die kit eigenlijk gekocht. Een DIY, of ja, een do-it-yourself kit, laten ze zeggen. Die heeft dat aangekocht. Ik heb een tweedehands set lichten aangekocht. Ik heb die opgestuurd naar hem. En die heeft dat allemaal uit elkaar gehaald, gesoldeerd. Dus alle ledjes. 180 leds per lamp, dus 360 lampledjes. Dus hij is redelijk werkzaam geweest. Ik denk dat hij dat 2 maanden aan bezig geweest is. En als dat erop zit, ja, dat is de max, hè. De meeste mensen vragen mij ook van, waar al die lichten? Ja, normaal. Ze willen dat ook, zodat we niet aan het prijskaartje zien. Dan beginnen ze al direct weer af te haken. Ja, er moet iets voor over, en zeg ik ook, hè, ja. En die voorlichten, ja, die C-stijlen vond ik ook wijs. Ik had dat ook op het internet gekocht. Ik weet niet welke site. Ik vond dat ook de max voor... ik vond dat veel beter ogen dan de standaard lichten, eigenlijk.
Voor de rest zit ze ook met een straightpipe. Moet wel. Geroffel moet er doorkomen, vind ik. Een Subaru die origineel uit dat zit. Nee, dat klinkt niet. Echt niet, geloof me. Ja, naar de keuring rijden met die auto, volledig standaard. Ah, hatelijk. Echt hatelijk. Aan mijn ramen van achter, die window vents noemt dat. Dat is in feite meer gebaseerd op, in de rally zie je dat bij Subaru's. Waarom? Omdat er meest een koeling ook van achter zit. Dus als je aan het rijden bent, die window vents geeft de koeling naar van achteren voor de koeling van je olie. Dacht ik dan ze dat gebruikte en bij mij is dat puur voor de show. Maar ik heb dat ook in Amerika gekocht. Ook, ziet, Amerikaans gericht is. Een auto is er volledig Amerikaans in. Hè. De Airlite, dat is van Airlift Performance 3P. Dus ik heb de performance poten gestoken. Waarom? Zo'n auto moet dat eigenlijk. Het is een vierwiel. Je moet de damping kunnen regelen, vind ik, van als je een keer wil gaan. Maar doe dat bijna niet. Waarom? Het is een showgerichte auto. Mensen verklaren me ook soms zot van, zo'n powerauto, waarom doe je dat voor de show? Ja, elk zijn reden, vind ik eigenlijk. En elk zijn ding. Maar ik ben er wel heel content van die Airlift. De voor op mijn Seat zat er accu-air. Dus ik overschakel naar Airlift. En qua installatie vind ik het ook beter. Want geloof het of niet, dat hij staat, heb ik zelf gemaakt. Allemaal puur door mezelf gedaan. Het interesseert mij niet de haters dan ze denken van nu, maar ik heb het zelf allemaal gedaan. Ik ben er zo trots op.